Dames en heren, het is zover. Aliens hebben de aarde overrompeld en jij en ik gaan er wat aan doen in XCOM 2 War of the Chosen. In samenwerking met 2K gaan we een longplay doen van XCOM 2 War of the Chosen. Jij en ik, dat wil zeggen dat ik de game ga spelen, maar jij interactief mee kan doen in de strijd tegen de aliens. Wat dat wil zeggen is dat we in ieder geval 8 leveringen lang gaan we proberen de aliens de kop in te drukken in XCOM 2. Ik speel het en jij kan lekker meekijken en meebeslissen over bepaalde dingen. Maar natuurlijk, je kan ook zelf terechtkomen in onze Gamersnet Squad. Ik heb al een heleboel Gamersnet redactieleden en vrienden van gemaakt om in XCOM 2 te mogen. Maar mochten er meer mensen bij komen, hey, jij kan ook iemand zijn om gewoon een sectopod kapot te schieten. Weet ik veel. Kan allemaal gebeuren. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Maar ik hoop in ieder geval dat we samen de buitenaardse dreiging de kop in kunnen drukken. Oké, even een korte disclaimer. Ik ben helemaal geen een of andere god in XCOM 2. Sterker nog, ik sta er best wel onbekend om relatief slecht te zijn. Dus ik raad ook aan, als je een goede tip hebt, Backseat Gaming is helemaal approved. Heb jij iets van, hey Tom, we moeten dit doen, we moeten dat doen, of je moet voortaan niet die en die zetten maken, want zo verlies je duurzame Gamersnet redactieleden. Kan allemaal, laat het weten in de comments als er iets gebeurt, of als je denkt, hey, ik moet even ingrijpen, want dit gaat helemaal de foute kant op. En ja, dat gaat gebeuren. Without further ado, laten we gewoon die game induiken en kijken hoe ver we komen. We beginnen bij het begin, we gaan alles laten zien. De metagame, de gevechten, het komt allemaal aan bod. Dus hier komt het. Brace yourselves, dit is Gamersnet tegen Advent in XCOMderdag. Nu ik over nadenk is dat helemaal niet zo'n hele sterke woordspeling. Maar het is iedere donderdag. Dus dan... Dat was de grap van elke... Het alternatief was XCOM 2. Maar dat is verwarrend. Here we go. En hier zijn we dan. En gek genoeg, ik heb dit niet getimed of zo. Maar op een of andere manier staat het karakter wat ik voor mezelf heb gemaakt nu in het menu. Sure, fine. Oké, ik heb coole goggles en een bandana. Maar goed, we gaan de rest ook nog wel zien, hopelijk. Laten we een nieuwe game pakken. Voor het gemak. Rookie? Ah, nee, we gaan gewoon veteran. Ik denk dat veteran in orde is. Ook om het misschien iets spannender te maken. Niet dat we een cakewalk hebben. Dus we gaan voor veteran. Het is absoluut niet de moeilijkste, maar ook zeker niet de makkelijkste. We gooien tutorial aan. Want dat is wel zo leuk voor de mensen die XCOM niet kennen. Om wel even te weten wat het precies is. De subtitles gaan uit en de beginner VO, de voiceovers mogen er voor mij in zitten. Dan weet iedereen ook. Is iedereen up to speed met hoe XCOM 2 werkt. Next. De Lost and Abandoned mission gaat schijnbaar. Kan die alleen maar aan. Sure, fine by me. Leuke missie voor zover ik weet, dus hit me up. En we gaan verder. Accessing the feed now. Voor zover ik weet is dit dezelfde tutorial als in XCOM 2, het origineel. Kan het zijn dat ze die met War of the Chosen nog een klein beetje hebben aangepast, maar ik dacht het niet. We gaan het zien. Even for Advent. That's no ordinary gene therapy clinic. They were telling the truth. Or they're leading us into a trap. A really obvious trap. It's a trap. We'd need an army to march in there right now. I've got a better idea. Outrider. Nee, dit is definitief een andere tutorial. Want Outrider is een Reaper. Die pas geïntroduceerd zijn met War of the Chosen. En gek genoeg is dat ook precies hoe ze werkt in de game zelf. Ze kan basically gewoon langs mensen lopen en niet gezien worden. Erg realistisch dit. Maar ja, oké, dit is. Voor mij is dit net zo nieuw als voor jou waarschijnlijk. Dus jee. Nieuwe ervaringen. Laten we hopen niet dat de tutorial missie nu in één keer gigantisch lastig is of zo. Cutscenes lijken wel langer geworden met War of the Chosen. Het is sowieso een hele uitgebreide uitbreiding. Michiel zei al in de review, het is een dure uitbreiding. Maar je krijgt er wel ontzettend veel voor terug. Oké, dus dit is voor de originele tutorial. Overduidelijk, want ik ben de commander. Ik zit nog in dat pak daar. Right? Wat is de timeline? Ik zei dat ik vermoord werd. You're one of those. You must understand. I had no choice. Outrider, report. Oh. Pacifism. Non-lethal playthrough. So, you do exist. Blijkbaar. Outrider to Avenger. I have visual confirmation. Are you sure? Reapers are always sure. Oh, I'll take your one-liners. Cover your tracks and get the hell out of there. They can't know we were here. Yet. Understood.
Now the real war begins. Oh, tot dusver was de oorlog helemaal nep. Dit is de echte oorlog. Wacht, wat? Gaan we mij dan niet uithalen? Ik zit nog in die... Wat? Oké, okay. Ik dacht zij redt me nu uit die case, maar nee. Psych! Dit kennen we van het originele XCOM 2. Advent heeft de wereld veroverd. Het is nu al een jaar of 20 inderdaad. En ze doen dingen met genen en mensen. Het is een soort van dictatuur die best wel lekker loopt. Tijd om er een einde aan te maken. Our most beloved celebration. I for one welcome our alien overlord. Oh ja, tuurlijk. De wereld die wij kennen is de Old World. Als je ooit in een toekomst belandt met zoveel grote schermen waar één iemand met vlekken in zijn nek op spreekt, dan weet je dat er iets niet goed is, right? Oh ja, inderdaad. Deze beelden zien eruit als een vreedzame wereld. Tuurlijk. Vooral het grote rode logo helpt niet echt om te zeggen, hey, we zijn jullie vrienden. Verwelkom de Alien Overlord. Ik ben nu wel benieuwd of de tutorial anders is, want dit leidt natuurlijk allemaal naar de tutorial. Met best wel vette cutscene, maar er zit dus een cutscene nog ervoor? Hoe werkt dat? Oh ja. Ik haat dat ik altijd zo op Schiphol. Ik vraag me ook af hoe iemand de Advent verstaat, want hun tekst is niet echt heel, heel helder. Dit is overduidelijk een... Dit is eigenlijk wat je doet als je niet de tutorial speelt. Dan plant je gewoon ergens C4 op en that's it. Of sorry, X4, want dat is de toekomst. Now. Cool guys don't look at explosions. Signal received. Loud and clear. Alright, let's do this. Okay, gatecrasher. Your turn. Locked and loaded. Maak je klaar voor die tutorial. Die volgens mij zo scripted als de pest is, dus... ik ben heel benieuwd of hier nog een hele speciale uitkom gaat rollen, maar nee. Let's do this! We hebben ook echt een squad van 2 man. Dat is basically hoe je niet XCOM speelt. Maar goed, voor tutorial purposes vind ik het prima. Dit zijn dus ook nog niet echt gasten die ik heb gemaakt, maar die krijgen we zo. Ik bedoel, ik heb de halve redactie van... Nee, ik heb eigenlijk de hele redactie van Gamers net gemaakt. Dit zijn ze helaas nog niet, maar die komen natuurlijk zo tevoorschijn als we met de echte game beginnen. Maar laten we eerst gewoon eens even de tutorial rustig aan uitspelen. Dan is iedereen up to speed over hoe XCOM werkt. Het is turn-based, jongens. En je krijgt 2 turns. Je krijgt 2 acties per turn. Per soldaat. Blauwe moves zijn 1 turn. Gele moves zijn je tweede turn. Ik heb nog niet echt veel keuze. Ik moet nou gewoon alles doen zoals de tutorial zegt dat ik het moet doen. Sure. Ja, hoppatee, laten we meteen die gele move maken. Het is dat de game het zegt, anders had ik het nooit gedaan. Copy that. Keep to the shadows until you're absolutely set. We'll only get one shot at this. In the shadow. Oh, oké, nu krijgen we concealment. Oké, dit kwam een nieuw in XCOM 2. Je kunt nu je vijanden belagen. In plaats van alleen maar belaagd te worden. Love it. Goed, we gaan toch niet ontdekt worden als we hier naartoe gaan, dus let's do it. Wat had ik toch graag gewild dat we dit ook gewoon met Gamersnet redactieleden hadden kunnen doen. Oké, Anna Ramirez. Ga veel te dichtbij op een onlogische plek staan. Ik bedoel, ik ben geen pro in XCOM, maar dit zijn duidelijk de minst effectieve plekken, volgens mij.
Beam. Ik heb een grotere helm. Ik heb het voor het zeggen. Oké. Okay. Het zijn vier squishies, basically. Let's go. Actie 1. Laten we er eentje neerpoffen. Het zijn allemaal dezelfde odds. Ah, nee, er is er eentje net iets beter. Sure. We gaan ervoor. Heel benieuwd of dit script het is. Ik bedoel, er staat 68%, maar dat in XCOM betekent dat je bent erg... De kans is groot dat je mist. Oké, dus de concealment is broken. Dat is klaar. We hebben nu niet meer de tactische voordelen van de schaduw. Oh, tuurlijk. Ga dicht bij het explosieve ding staan. Sure. Tuurlijk, tutorial. Doen we. Oké. 63%. Dus ik bedoel, kijk hoe dichtbij. Sure. Ja, als de tutorial zegt dat het raak is, dan is het raak. Let's go. Man, ik heb nu inmiddels zoveel uur XCOM gespeeld dat dit gewoon echt heel cru aanvoelt. Gewoon de moves die we hier moeten maken van de tutorial zijn ze van... Nee, het is mijn ingewanden krullen op als een tuinslang. Ja, die is dood. Yep, there we go. Ik zei nog zo, ga niet daar staan, maar sure, het moest. Natuurlijk kan ik geen risico's nemen zoals die. Ik moest het alleen doen. Van jou, nota bene. Oké, laten we ze dan maar flanken. Lijkt me vrij logisch dat op het moment dat je iemand echt in de rug kan pakken of in zijn zij, dan kun je hem gewoon keihard flankeren. Dan krijg je ook dit gele te zien. Dat wil zeggen van, hey, er is een kans op een crit. Dus kan hij meer damage doen dan... Basically staat dat hier de damage kan zijn. Maar goed. Weet je, we moeten minimaal 3 doen om die guy dood te krijgen. Drie levensbalkjes. Dit was al goed geweest. De crit is niet eens nodig. Maar we krijgen de crit ook niet. Sure. Ik wil die loot al oppakken. Psych! Ah. Nog meer game-personages die niet onszelf zijn. Die Gundo. Central, reporting in. Heeft duidelijk iets te compenseren. Taking in the sights. Ah? What the hell are these things? Cheeky grappen. At least there used to be. Human hybrid soldiers. Advent's reward for obedience and service. Die blijkbaar ook bloed hebben in de kleur van Fanta. I just never believed it was true. No one wanted to. But we find what we're looking for today. I promise you that's gonna change. Let's move. Central is een leuke eenheid. Het is een leuk dat Central in het verhaal zit, maar hij is heel erg die standaard actieheld. Een beetje B-film actieheld wel. Ik heb one-liners. Alles is naar. Weet je wel, die vibe? Discount Arnold Schwarzenegger. Sure. We leren de camera te roteren. Is misschien ook wel handig als het zo'n perspectief is. Oké, er komen hier vijanden aan, overduidelijk. Te zien aan de flare. Dus we kunnen in Overwatch gaan. Niet de game. En mind you, we gaan waarschijnlijk heel vaak Overwatch name droppen. Want het is gewoon een hele belangrijke move in XCOM. En hij was al voor de game. Oké, we hebben Central. We moeten met Central daar naartoe. Mag ik niet eerst de loot even oppakken? Zou ik wel fijn vinden. Nee, mag niet. Oké, sure. Oké, dan rent Central wel door de loot heen. Ook goed. Oh, tuurlijk. Zij gaat de loot oppakken. Jane Kelly, kom maar door. Zou dit ook scripted zijn? Een scope. Ik weet niet, het zou nog wel eens een keer een soort van willekeurige rol kunnen zijn van wat je daar krijgt. Jane, kom door. Een scope is altijd wel fijn. Meer aim, geloof ik. Altijd handig op de eerste beste sniper die je krijgt.
Oké, meer squishies. Let's go. Oh, nee, eentje is niet squishy. Dit is een officer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Oh, get overwatched, son. Hoppatee. Oké, dat is alleen neer. Dat helpt. Jammer dat hij niet op die ander schoot. I'll try to stall him here. Dat is wat elke actieheld ooit zegt als hij net voordat hij doodgaat. De game wil dat ik schiet met 49% kans. 49% kans, mind you, is in XCOM termen gewoon missen. Oh, en die zo'n beetje ook. Fuck die paal. Oké. Going for the door. Ja, laten we dat doen. Ik ga voor de grote gele pijl die ergens staat. Ik heb de neiging dat ik daar naartoe moet. Oké. Hackerman, hackerman, hackerman. Oh. De UI. Spaced even uit. Oké, Jane Kelly heeft een techscore van 5 tegen een deur die... Het is wel naar als je ergens goed in bent en een deur is er gewoon beter in. Met een keer of 10. Weet je wat? We gaan gewoon voor die 2% kant. Je kunt met hacken kun je altijd twee dingen kiezen. Of het niet doen. In dit geval kunnen we het niet doen. Dus de 100% kans om de deur te openen. Laten we gewoon voor die 2% kans gaan voor een override. Heyo! Oh nee, we hadden niks gehad. Als de rol hetzelfde was geweest. Oké. Okay. De deur is open, dat is iets. Echt accomplishment van de dag. Oké, naar binnen. Tijd om onszelf te gaan bevrijden. Het oog in de lucht. Wij, de kijker, de speler, de commander. Alwetende verteller. This is the place. Snap je wat ik zei over die one-liners? Sure? This is the place. Yes. Looks like there's an access panel attached. If you get me a better look, I might be able to... No time to lose. Next time. We moeten dit ene deel van Daft Punk snel naar een nieuw concert krijgen. Let's get out of here. I'm up all night to get lucky. Oké. We moeten natuurlijk onszelf oppakken. Het is best wel raar dat we spelen iemand in de lucht... Die ook de guy is die in dat pak zit. Dat is eigenlijk, nu ik over nadenk, breekt dat alle muren. It's now or never, Central. Ja, deze guy is dood. Basically. Yo. Oh, zo. Wow. Oké. De ragdoll physics, though. Die guy brak zijn nek. Holy. Waarschijnlijk is dat het minst scripted aan de hele tutorial, is hoe de lichamen neervallen. Love it. Mind you, er kunnen wat gekke dingen gebeuren in XCOM en dat is deels ook de kracht ervan. Oké, granaatje. Leuk. Het spreekt eigenlijk voor zich. In een halve beurt, één action is een granaat gooien, als je ze hebt. En daarmee kun je ook muren opblazen. Ook hoe symbolisch dat je ook echt het logo van Advent kapot knalt. Het is heel erg in your face about it. Dit zou ik zelf dus nooit doen, hè? Ergens naar buiten lopen waar je geen zicht op hebt. Terwijl je ook nog eens een keer een belangrijk lichaam draagt. Dat is echt een no-go. Als dit niet de tutorial was, dan stonden hier nu 6 Advent die ons gewoon meteen neerpoften, maar oké. Ja, die gaat een klap krijgen. Oh nee, mis. Oké, handig. Advent heeft stormtroepentraining gehad. Nu ik over nadenk, het zijn wel een soort van donkere stormtroepers. Qua pakken en zo. Ja, ja. Oh, wow! Oké. Bijna de tutorial gefaald. Lekker. Firebrand, this is Gatecrasher. We need an immediate evac. Get us out of here. Get us out of here. Dit spreekt voor zich. Een evac zone. Sommige missies hebben een eigen evac. Of sommige hoef je niet eens te evacen. Andere moet je ze gewoon zelf creëren. En eventueel kun je natuurlijk ook een missie vervroegd al aborteren door gewoon te evacken voordat er iets aan de hand is. Keep moving. You don't need to tell me. Of ja, het liefst voordat er iets aan de hand is. Maar goed, vaak doe je het als er iets... Als shit de knikker raakt, dan pak je een evac. Alright. Evac. Swoop. Oh, ik dacht eigenlijk nog wel dat we dat gewoon zo te zien kregen. Maar sure, cutscene. Let's go.
Mysterieus. Ik weet nooit of ik zo'n beest een man of een vrouw moet noemen. Of het? Maar... moeilijk. Geëngageerd. Oké, daar gaan we. Grand Canyon blijkbaar. Tijd om veilig in de Avenger te stallen. Oh, nee, ja, ik wou net zeggen, doe lekker even voorzichtig mee of zo. Oh, first person, alles. Basically haakt dit in op het eerste XCOM. Weet je wel, toen was alles 20 jaar jonger. Maar basically hebben we verloren. Dat is ook wel weer typisch XCOM. Ook al heb je die game uitgespeeld, als er een vervolg komt, dan doen ze gewoon alsof je gruwelijk gefaald hebt. Oké. Oh, creepy. Die guy geeft me Wolfenstein vibes. I've managed to identify the connection, preparing to make final incision. These readings are getting really erratic. Of course they are. These implants were never designed to be removed. We are risking severe. No plan B here, people. Do it. Zo'n actieheld. No plan B. Wow, wow. Dude, tandarts flashbacks. Ik neem aan dat dit een soort van flashbacks van de commander zijn van hoe. Oh ja, kijk, hoe Advent de wereld overneemt. Ja. No signal. Ooh. Pupillary response normal. En we leven weer. Vital stabilizing. Procedure complete. Told him it would take more than that to keep you down. Ik kan hem nu niet. Ik kan Central niet anders horen dan echt gewoon een B-film actieheld. Welcome back. Oké. Okay. Glad to see you're finally coming out of it. Don't envy the headache you must have, though. Still, dikke kater, man. Dr. Tigan, especially as no one's even attempted something like this before. Easy. We're still not entirely sure what they did to you. That chip was buried halfway into your skull. Ja, dat ding wil je niet in je brein hebben, denk ik. Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Almost gave up hope you were still out there. Acted on the intel as soon as I got word. Not sure what you remember, but a lot's changed. Did the best I could, but the last 20 years have been tough without you. You feel like catching up. Shen has the archive up and running on your terminal. Otherwise, I'd go see Dr. Tigan when you're ready. There's some things you should know. He'll be better at explaining them than me. Oh ja, laat de beta man het uitleggen. It's damn good to have you back. Commander. Oh boy. Hij name dropt gewoon even. Alright, there we go. Tijd van metagame. Commander, to the research. Laten we dan maar naar het research lab gaan. Impressive, isn't it? Oké, kort door de bocht zitten we nu op de Avenger. Niet de filmserie. Het is een vliegtuigschip, I guess. Ruimteschip van de aliens. Repurposed voor ons. Dat is wel heel erg hipster trouwens. Tweedehands ding. As well as the procedure you so recently underwent. Welcome to my lab, such as it is. Ja, het ziet er niet echt uit. I'm not sure what Central may have told you, but we found something while removing you from the alien stasis suit. A device implanted directly in your occipital lobe. An USB 4.0 stick. Access to the equipment available to me during my tenure at Advent, I would already know the precise nature of its function. However, given time and your
approval, of course, Commander. I assure you, I will find out. Which brings to light. De game skipt een beetje tussen je recht in de ogen aankijken en langs je afkijken. En ik weet niet welke van de twee nou oké is en waar ik het meest oké mee ben. Additional support personnel and resources to me, I could substantially improve the speed of all our research. Oké, zo, hij is onze wetenschapper. Naarmate we hem meer wetenschappers geven... Tygon, ik ben aan het praten. Even rustig aan. Oké. Naarmate we hem meer wetenschappers geven, kan hij meer dingen gaan ontdekken. En science it out, zeg maar. Alien biotech, sure. Dit moet van de game, at the moment. We worden zo vrijgelaten, maar we moeten ons nu nog een klein beetje houden aan wat de game allemaal wil. Ook om het verhaal een beetje op gang te krijgen, natuurlijk. That research will keep Tygon busy for a while. In the meantime, you might want to head down to the armory. Oké. We kunnen ook niet zien hoe lang hij nog bezig is. Het was één dag, toch? Ja, oké. We gaan naar de armory. Kijken wie we hebben. Jane Kelly was instrumental in the Jane Kelly. Wie wil Jane Kelly zijn, basically? Als het goed is, zit de hele armory vol met allerlei gasten van ons. De Gamersnet-redactie, vrienden van Gamersnet. Jane Kelly komt uit het verhaal, maar goed, we kunnen er straks gewoon een andere naam geven. En ze is een ranger. Waarschijnlijk de klasse die iedereen wil zijn. Want zwaard en shotgun. Ik bedoel, toen ik zelf de game voor het eerst speelde, dan kon je van... Oh dude, een katana en een shotgun? Maat. Je wil altijd zelf een ranger zijn. Oké, kan... Mooi ook, hoe ze niet bij de camera kon toen de pasfoto gemaakt werd. Derde regel. Dus zij kan slaan met de katana. Mooi. Oeps, iets te veel. We mogen niet meer terug om te kijken wie we allemaal in de squad hebben. Oké, sure, we gaan wel dit doen eerst. When we get the thing. When we get the weed. Give me a second. Execute echelon protocol. Echelon? Attention. Is dat niet van Sam Fisher? Senior command exchange confirmed. I had wanted that to be a little more ceremonious, but we've got something. A local resistance cell just located this hybrid magnetic power converter that Shen's been pushing us to find. They tracked the device to a nearby advent convoy and are attempting to take. We gaan dan meteen voor de eerste missie, of wat? If we can bring this converter back in one piece, we might actually get this place up and running and give the aliens a real war for a change. Real war. A squad is prepped and ready to launch on your order, Commander. Just give the word. Ik zou graag nog even langer op de Avenger blijven hangen, maar sure, blijkbaar gaan we al. Fine. Wie hebben we? We hebben Kelly. We kunnen Kelly niet eraf halen. Maar we hebben in ieder geval Wester. We hebben Marcel, die ik trouwens heel erg kloppend vind. En we hebben mezelf. En wij zijn rookies. Zij heeft al de klasse. Ranger. Fine. We kunnen echt niks aanpassen nou. Dit is... Ik had gehoopt dat we nog wat dingen aan konden passen. Maar nee, we gaan voor een easy missie. Sure. Natuurlijk. Let's go. Overigens ga je waarschijnlijk zien dat ik heb alle XCOM-soldaten uit Nederland laten komen, behalve Wester, die uit Japan komt. Want Wester. Nog steeds een van de beste laadschermen van de afgelopen 3 jaar. En die SSD-laadtijden. Ik heb de game gereviewd op Xbox One. Destijds met echt laadtijden die makkelijk 5 minuten konden duren. En nou op zo'n SSD is het echt zo... Je kunt niet in Central uit laten praten. Love it. Oké, dit ding gaat ontploffen. De vraag is, moeten wij het opblazen of moeten we het juist beschermen? Stabilize, oké. We moeten het beschermen. Daar gaan we dan. Eindelijk, vrijheid in de game. Sure. Hij is daar. We hebben hier nog wat donkere regio's. Laten we eens even kijken waar Jane is. Hier, Jane. Jane, die waarschijnlijk volgende aflevering al vernoemd is naar iemand anders. Jane gaat gewoon vol vooruit rennen. Het gaat helemaal goed komen. We zijn concealed. We zijn nog niet gezien. Dus we kunnen ambushen. Ja. Dus hier zijn ze. Goed om te weten. En Kelly moet basically gewoon voorop. Ik denk dat dit veilige moves zijn. Als we deze eerste beurt gewoon even verspillen. Verspillen aan
op een veilige plek komen. Dan kunnen we de volgende move, kunnen we gewoon de volgende beurt kunnen we keihard ambushen. Hoop ik niet dat we nou meteen gezien worden, anders verliezen we meteen onze manschappen. Ik blijf een beetje meer op de achterlinie. Oh, en let niet op de stemmen die ik ze heb gegeven. Een heleboel hebben Britse stemmen. Wat, ze lopen weg? Oké, dat helpt niet echt met mijn ambush. Ik wil zeggen dat we... Want die ene pot is nu oké. Maar straks gaan we waarschijnlijk twee pot... Ja, we gaan die twee tegelijkertijd triggeren. Dus dat wordt een gigantische fight. Prima. Oké, Wester. Please, vertel me dat je iets van visuals hebt. Jij hebt visuals, dat is helemaal goed. Oké, hij heeft een halve beurt gedaan. En we schakelen even over naar Jane. Die nou nergens cover kan vinden. Dat is niet fraai. Oké, dan... Ikzelf heb hier twee visuals. Koppersan. Kom op, Marcel. Wat gaan wij doen? Ik weet niet... Kan deze auto nog ontploffen? Of is hij al ontploft? Want anders vind ik dit wel een fijne plek voor Marcel. Zo niet. Dan zijn we Marcel kwijt in de vuren des hels. Oké, Jane staat nu een beetje achter. En ik kan daar eigenlijk ook niks van maken. Dat is niet goed. Oké, wat ik ga doen is... Ik trigger de pot. Terwijl ik Jane daar laat. Zodat haar beurt er nog is. Dus hij heeft geen visuals. Marcel heeft geen visuals hier. Oh shit. Oké, hij gaat toch in Overwatch. Ik heb op zich best goede schoten volgens mij. Dit zijn oké schoten voor een rookie. Oké. Een Wester kan denk ik wel een granaatje gooien. Oh, ik kan er maar eentje raken. Dan bewaren we de granaten. De granaten zijn heel fijn om ambushes mee te doen. Maar dit gaat hem niet worden. Of we wachten een beurtje. Dat kan natuurlijk ook. Dat we gewoon even wachten tot ze iets dichterbij komen. Dat we gewoon een betere... Ja, we wachten een beurtje. Iedereen op Overwatch. We hebben 7 beurten om deze missie te voltooien. Ik neem aan dat dit de enige 2 vijanden zijn. Gezien het een heel erg vroege game missie is. Oh, natuurlijk gaan ze ergens naartoe waar ik ze weer niet kan zien. Lovely. The fire is spreading, wordt gezegd door Marcel. Laten we hem dan weghalen voordat het ding gewoon recht in mijn gezicht ontploft. Het is allemaal half cover, maar ik vind het prima. Ga bij andere dingen staan die kunnen exploderen, Marcel. Oké. Hoe is Marcel's kans om een granaatje te gooien? Hij kan niks raken. Man, wat hebben ze allemaal zwakke armpjes. Oké, dan... gaat Marcel in Overwatch. Ik kan naar voren als Wester naar voren gaat. Dus... Wester gaat erg naar voren. Helemaal prima. Oh, ik heb Jane Kelly helemaal achtergelaten. Dat is trouwens niet slim. Jane Kelly is de sterkste op het moment. Oh. Ik ben het nu al aan het verknallen. Oké. Hij kan er maar eentje raken. Maar hij ice deze wel. Maar nee, wacht. Wester's granaat gaat het nu wel doen. Ja, Wester kan ze allebei raken. Oké, dat is goed dan. Hij staat misschien niet helemaal veilig. Dan gaat Jane hier naartoe. Sure. Ze heeft een shotgun, maar ze komt zo wel dichterbij. Dus ze gaat in Overwatch. Ik kom dichterbij. Misschien bij Marcel. Laten we hopen dat Marcel en ik een band kunnen maken als mede-Brabanders. Mijn schoten zijn wederom super schappelijk. Dus ook Overwatch. Iedereen staat op Overwatch. Wester is onze laatste troep. Let's go! Met die granaat! En oh ja, als de boom opgeblazen kan worden is helemaal fijn. Want dan is ook de cover kwijt. Dit is fijn. Dit wordt lekker. Alright, promotion. Lekker bezig! Het zat er ook een beetje aan te komen. Eerste kill is altijd promotion. Oh, zo, dat was ik niet zo'n beetje mis ook. Oké, dat was een mooie raak. Damn, die shotgun, die ging scheef. Goed, Wester heeft zijn eerste promotie. Marcel ook. Lekker bezig, Marcel. Nu ik nog en we zijn helemaal teken. Oh, dan kom ik nog even met Overwatch. Straight up. Dit gaat goed. Oké. Hier ben ik erg tevreden mee. Even kijken. Laten we eens openen met de personen die een beetje voorop staan. Al kan ik de kills op het moment het beste gebruiken. Ze staan ontzettend dicht bij elkaar. Als ik het voor elkaar kan krijgen om een granaat daarin te gooien.
Oh, dit is Jane Kelly. Die laten we daar even staan. So be it. Ik zet mezelf een beetje verder naar voren. Als ik een granaat erin kan krijgen. Dat gaat er maar eentje raken. Die andere net niet. Oh, dat is naar. Wat we wel kunnen proberen is dat... heel misschien Marcel net iets verder kan gooien. Dat zou fijn zijn. Oké, ik groepeer ze nu wel allemaal. Ik geloof niet dat een vijand iets van granaten heeft. Dus dat zou niet zoveel uit hoeven te maken. Marcel... oh my god, Marcel heeft dezelfde potentie tot disaster. Oh, nee, wacht. Marcel! Met de double kill. Tenminste, als de game niet... nee, hoppatee. De game doet het. De game heeft het goed geïnterpreteerd. Dat waren makkelijke pots. Wat we nu gaan doen voordat het ding opblaast... is misschien wel belangrijk om dat even in de gaten te houden. We hebben nog 5 beurten. We hebben nog genoeg ammo overal, maar we gaan toch een beetje vooruit. Hopen dat niks in ons gezicht opblaast. Dus misschien is het fijn om even een ronde de afstand te houden. Jane Kelly mag ook een beetje vooruit. Zonder te veel in het open te gaan staan. Het zou zomaar eens kunnen dat dit nog... Dat deze missie nog een poort heeft met vijanden. Het gaat er heel erg aan liggen. Dus we zetten Wester even op de overmatch. Kijken of er niet nog iets gebeurt of iets in ons gezicht ontploft. Nee, oké, niks aan de hand. Lijkt erop dat we alleen zijn. Dan gaan we een beetje posted staan voor de time being. Het vuur is uit, dat is goed. We zetten Wester even iets verder neer. Beetje scouten. Ja, is goed. Ons Jane mag een stukje vooruit. Blijf toch een beetje de scout als je ranger bent. Ik bedoel, je hebt een zwaard. Maakt niet zoveel uit als je heel dicht op de vijand komt. Overwatch dan maar. Ik denk dat ik er gewoon voor ga. Roger that. Dat is misschien iets te ver naar voren. Nee, geen probleem. Oké. In dat geval gaan we met z'n allen een beetje naar voren. Marcel ook. Marcel heeft zijn promotie. Wester heeft zijn promotie. Wester mag ook op Overwatch. Ja, Central. We're running out of time. Snap ik, maar ik sta bij de objective. Zie jij ook. Oké, laten we dat dan als eerst doen. Ik ga... Hackerman. Dat is de nieuwe iPad trouwens. 5% kans en 2% kans. Mijn tech score is bijzonder laag voor een guy die het elke week over tech heeft. We doen het er maar voor. Oh! Oh, kwam nog eigenlijk erbij ook. Holy shit. Nou oké, de detonator is uit. Hack the planet! Waarom heb ik een Iers accent? Oké, en nu is het nog de kwestie van neutralize all enemy targets. Dat gaan we zeker proberen. Dus wat we dan even doen is, denk ik... ik ga even hier staan. Iets veiliger, want ik neem aan dat de vijanden op de weg zitten. Jane kan een lekker stuk vooruit en misschien al in Overwatch gaan staan. Lijkt me prima. Wester kan misschien een beetje regrouperen met de rest. Maar ik zet hem even op de zijkant neer. Misschien heeft hij wat flankpotentie. Een paar beurten later. Het is in ieder geval fijn om te weten dat we nu geen counter meer hebben op de beurten. En ook Marcel gaat rustig aan wat verder naar voren. En Overwatch. Voor de zekerheid. Ja, we horen... Ik denk dat we sectoids horen. Het zou niet zo heel fraai zijn. 2 vijanden? Ja, waaronder een sectoid. Oké. Die zijn later vrij makkelijk te counteren. Nu absoluut niet. Oh, kijk, daar komen de Overwatches. Come on! Oh, bedankt, Jane. Wie van jullie ook haar wil worden, dan maak ik natuurlijk ook helemaal jou na. Maar ik hoop dat je ook beter gaat schieten. Dat godcorreleren. Even kijken. Als we kijken naar de target preview. Kunnen we met Wester nergens gaan staan voor een mooi shot? Dat is niet fraai. Oh, echt? Oh, hebben ze een zwaard? Oh, het is goed dat je me vertelt, want ik zag het niet aan de enorme katana op haar rug.
Dan willen we wel even kijken wat die mogelijkheid is. Want we kunnen hem pakken. Of we kunnen... Hem pakken. Oh, dat... Nee. Ik mag alleen hem slashen. Dat is verspeelde... Ik denk dat dat een verspeelde poging is. Het is wel fijn om wat verder naar voren te gaan met haar. Maar ik denk niet eens dat het zou hoeven. Want wat nou... Als... Ik die kill oppak. Hoe zijn mijn kansen nu? 60, 45, 45. Gaan we even hier naartoe. Ik weet dat ik misschien iets te veel het voortouw pak. 64. Oh shit. Dat is niet goed. Hoe is mijn granaat? Terwijl de camera uitflipt. Oké, de granaat gaat het ook niet redden. Dan denk ik misschien toch even voor de melee moeten gaan. Maar laten we eerst even kijken wat Marcel nog kan. Marcel heeft een flanking shot vanaf hier. Dat zou fijn zijn. 66. Marcel, don't let me down. Nice! Oké. Geef hem anders nog een promotie. Oh, hij kreeg wel een ability point voor de flanking shot. Dat is wel netjes. Oké, dan hebben we nog 2 vijanden te gaan. En wat zou het fijn zijn als daar een granaat uit kon komen. Maar dat... Gaat hem gewoon net aan niet worden. Ik denk dan dat we... Ja, dan moeten we ook Wester maar uit zijn cover halen. Wester staat nu volledig open en bloot. Maar met een beetje geluk. 46%, weet je wat? Scheid, Wester, dit heb je. Oké, goed gedaan, Wester. Helemaal mis. Oké, ik zei toch, alles onder de 50 is gewoon eigenlijk een no-go. 47 dan zou ook fijn zijn. Hij staat daar zo open en bloot. Hoe heb ik niet gewoon een flanking shot? Ik doe het ervoor. Ik druk per ongeluk 2 knoppen tegelijkertijd. Maar oké, ja, go. Yes, 5 damage. Lekker. Lekker mezelf. En dan hebben we Jane Kelly nog. Met een 33% schot. Dat is niet fraai. We kunnen Jane wel iets dichterbij krijgen, denk ik. Hier heeft ze nog volledige cover. Dat is prima. Hoe is haar granaat? Oeh. Haar granaat zou het opruimen. Ja, dit is hem. Haar granaat ruimt de sectoid op. En zorgt ervoor dat de Advent daar zonder cover komt te zitten. Dus dan moet hij wel gaan lopen. Ja, doe ik het voor. Ik neem aan dat dit toch de laatste vijanden zijn. Dus oké, die komt dichterbij. En die gaat nou een vreselijk shot nemen. Oh nee, Wester staat daar open en bloot. Oh, sorry Wester. Oh, dat was niet slim. ik heb de promotie nog niet. Dus ik ga kijken. Kan ik ergens gewoon netjes flanken op die jongen? Ik kan geen flanking shot. Oh, wacht. Er was daar een flanking shot. Als we even teruggaan. Ja, dit is hem. Daar doe ik het voor. Geef mij ook dat flanking shot. Ja, dit is hem. 84%. Let's go. Oh, zo. Oké. Doe anders een backflip of zo als je doodgaat. Netjes. Oké. Naast dat Wester is geraakt, is dat een prima ronde geweest. Nieuwe feature in XCOM 2. Fotootjes maken, ik ben helemaal voor. Ik vind... Zo, Jane Kelly, ze probeert het, maar nee. Ik wil heel graag iemand anders voor Jane Kelly hebben. Geef je op. Dit is een mooi shot. Oké. De formatie is een mob, maar laten we dan wel even zeggen van... I don't know... Ga op een andere manier staan. Oh, ik vind deze wel cool. Als we er even een beetje kunnen roteren. Yeah, there we go. Wester kijkt een hele andere kant op. Misschien moeten we hem even iets meer bij de groep betrekken. Oh, over de shoulder. Is wel lijp. Maar laid back with rifle. Let's go. Kijk. Dit is je money shot. Oké. There we go. De tekst. Laten we zeggen, weet ik veel. Marcel is een baas. Ah, hij lijkt er zelf ook wel tevreden mee. Oké, sure, fine. Kom, maken die nog even zo'n mooie wit. Komt die goed uit. Filtertje eroverheen. Het is net Instagram. Hoppatee. Oké. Ik klik de fout. Maakt niet uit. Ik vind het fantastisch. Let's go. Take photo. Die staat erop. And continue. Eerste missie. Een daverend succes op Westerna. Ik ben er prima oké mee.
Dealt the most damage, Marcel. Nou, dat hebben we dan goed gedaan. Oké, terug bij de basis. Wie heeft er allemaal een promotie? Ik neem aan dat iedereen een promotie heeft, behalve Jane Kelly. Ja, hier, precies. Oké, gravely wounded. Of moet ik zeggen gravely wounded? Sorry Wester, dat was dom, maar we hadden het nodig. Je hebt het goed gedaan. Ook al miste je dat schot. Maar whatever. Oké, Wester is een grenadier geworden. Ik weet niet of dat echt bij hem past. Ik zou eigenlijk zeggen dat Wester meer een... ook een ranger is of zo. Maar goed, so be it. Dan, misschien kunnen we kunnen hem later altijd nog andere rollen geven. Ik ben wel benieuwd wat Marcel is geworden. Marcel is een specialist. Dat is prima. Eigenlijk wil ik Marcel uiteindelijk een psy-op van maken. Met dat hij magische krachten heeft. Want dat zou gewoon fantastisch passen bij zijn YouTube-kanaal. Marcel is magisch, raar maar waar. Wat ben ik zelf geworden? Ah, oké, daar ben ik helemaal oké mee. Ja, sure. Ik dig hoe mijn wapens de kleur en stijl hebben van mijn eigen computer. Dat is nerdy genoeg voor mezelf, ja. Oké, dus goed. Ik als snipe shooter. Sharper. Mooi. Helemaal prima. Netjes. We hebben de power converter, we hebben wat lijken opgeruimd. Sure. Fine. En cutscene. Dit is de nieuwe Razer computer. It's perfect. Hij heeft alleen geen RGB, jammer. Come on. Let's get it inside. Wat fijn dat we hier gewoon echt naamloze drones voor hebben om dit duwwerk te doen. Ik heb deze cutscene nog nooit gezien. Oh, Wester heeft een oh, Wester heeft een negatieve effect gekregen. I just get this feeling sometimes, like I should hide out for a while. Oh, dat is niet leuk. Wester heeft nu gewoon de kans om gewoon random in één keer gewoon te gaan schuilen in een hoekje. Sorry Wester, het spijt me zo. Je leeft tenminste nog, dat is prima. En we kunnen wat dingetjes maken. Fijn. Vertel het me eens. Oké. Reworked your repulsors with some of the parts I salvaged from their old engine. Should fix that stabilization problem you had. Kijk, zij heeft gewoon ook haar eigen gremlin drone. Waarom zien niet alle drones er zo uit? Commander, getting our tech to talk to theirs is harder than you think. Lily Shen, chief engineer, at your service. You were probably expecting to see my father. Oh, dramatische backstory. All that's happened, I'm guessing Central didn't tell you yet. He's gone. Dad gave everything. Oh, het is mooi hoe ze XCOM 1 en 2 zo aan elkaar verbinden. Weet je, er zit 20 jaar tussen. Soms kun je dan mensen niet meer overbrengen. Waarschijnlijk omdat hun voice actors zoiets hadden van, nah, man. Maar dit is een goede oplossing. Plus, XCOM, de waifu game. You can be sure I'm ready to finish what he started. Might not look it, but from here, I can fabricate pretty much anything. Anything I can come up with? And with a little more help, well, you'd be amazed with what I can do. It was an honor to finally meet you, Commander. Ik hoop gewoon dat die gremlins meer BB-8-achtige charme krijgen uiteindelijk. Oké, we kunnen een medkit maken. Dat is prima, ik denk dat we dat wel nodig hebben. Een van de specialists moet uiteindelijk toch een beetje de medic rol gaan vervullen. Dat lijkt nu duidelijk. Oké, en we kunnen verder met de story door naar het laboratorium te gaan. Maar dat doen we niet, want ik denk dat hier het einde van onze eerste XCOM-dag is. Nogmaals, als je een leuke video vond, laat het me vooral weten. En heb je ideeën over hoe ik moet spelen of wie ik nog mee kan nemen in het verhaal? We hebben een aantal... we kunnen er ook niet naartoe, helaas, naar de armory. Wat jammer dit. We kunnen uiteindelijk Jane Kelly omdopen naar iemand anders. Dat doen we dan graag. Dus mocht je Jane Kelly willen worden in je eigen stijl, laat me weten hoe en wat en hoe je eruit wil zien en dat soort dingetjes. Dan kunnen we kijken of we wat vrienden van Gamersnet mee kunnen nemen in ons langdurige avontuur tegen Advent en The Chosen in XCOM 2. War of the Chosen. Bedankt voor het kijken. Tot snel.